De afgelopen weken was er in Brabant hier en daar een tekort aan strooizout. Maandag is 7000 ton zout uit Turkije per schip aangekomen in Moerdijk. De komende tijd zullen nog eens 10 schepen met in totaal 180.000 ton zout uit Turkije aankomen. In Breda komen er vier zoutloketten. In Oorschot, Breda, Waspik en Wouw. Via deze loketten wordt de voorraad strooisout onder de deelnemende gemeenten verdeeld.